Muziek is voor mij genieten en bewogen worden. Dit is een van de manieren die mij het meest grijpen. Meer dan boeken lezen, meer dan voor een schilderij staan of naar de film gaan. Het is voor mij een manier om ook even in contact te staan met mijn eigen gevoelens en ideeën. Ik ben Thomas van Dun, ik ben 26 jaar en ik ben componist uit Den Haag. Componeren voor mij is op een bepaalde manier communiceren met andere mensen om me heen. Het is een mogelijkheid voor mij om echt één op één met een andere persoon in contact te komen te staan. En dat ik op een manier bepaalde gevoelens kan overbrengen die je niet zo snel in woorden doet bij mensen die niet alleen je vrienden zijn, maar ook gewoon wereldvreemden die naar een concert komen. Het project wat ik nu maak, dat heet Light Mass. We zijn nu in de Kloosterkerk. Dus dat is een kerk in Den Haag bij Kneuterdijk uit 1400. In deze locatie wil ik een soort van totaal ervaring meegeven aan het publiek. Dus het publiek komt te liggen op veldbedden hier zo in de zaal. En wordt omringd door de muzikanten van Ensemble Klang. Terwijl dat wordt gespeeld heb je ook op het plafond hier zo dat projecties van kunstenaar Frauke ten Velde worden geprojecteerd. En de muziek die ik heb gemaakt, die wordt ook heel transmatig. Het is echt bedoeld om in de ervaring te gaan zitten. Mijn muziek is wel heel ruimtelijk. De ruimte die je suggereert met klank. De harmonie die ik gebruik die is heel erg, ik zou zeggen op een bepaalde manier puur, omdat het zit in klanken die we allemaal kennen en herkennen en waar we grotendeels van genieten. En tegelijkertijd probeer ik ook wel heel erg de emotionele kant in de muziek op de voorgrond te laten staan.